die Zenga, die Ferry en die Bergomi. Ik bedoel, die jongens hebben het toch gehad, die zijn toch geweest? Die moeten toch gewoon hun kop gaan houden, of niet? Nou, kijk, je weet die niet. Die gaan toch niet tegen jou beginnen, Dennis? Nee, tegen mij zeggen ze niks. Oh. Het is geen punt. Oh. Maar je moet er wel van uitgaan dat ze natuurlijk heel veel bereikt hebben in... Ja, fijn. In Italië. Ja, maar hebben het ook wel een beetje gehad, hè, die jongens, hè? Op hun retour, afgelopen. Heb je last van ze, van die oude garde? Nee, niet. Kijk, ze zijn er. Ja. Ja, ze zijn er. En niet in discussie gaan met die gasten, hoor. Nee. Nee. Gewoon negeren. Negeren. Kijk, want ik voelde toch heel erg weinig voor dat die Italianen jou hier een beetje kapot gaan lopen maken. Want nee, maar dat gebeurt niet. Nee, want dan hebben we last in het Nederlands elftal straks. Ja. Kijk, daar voel ik dus geen sonomiet voor, begrijp je? Nee, dat begrijp ik. Ja. Maar dat gebeurt niet. Hoef je niet bang voor te zijn. Echt niet. Je laat je hier niet piepelen, hoor, door die Italianen nou zo. Zeker niet. Echt niet? Nee, echt niet. Beloof je me dat? Dat beloof ik, Jari. Ja, je denkt dat ik loop te dollen, hè? Nou, ik... Jij loopt dan nooit te dollen. Ben je wel eens een keer kwaad geweest de afgelopen tijd? Nou, dat kost steeds meer, ja, dat je kwaad wordt. Ik bedoel, er worden nogal wat foutjes gemaakt af en toe. Dat steekt. Dan word je wel eens kwaad. En wat voor foutjes bedoel jij dan? Dat je gewoon vrije mensen hebt lopen achterin, in de verdediging. Die dan nooit een man oppakken of zo. Tegen mij zeggen dat ik die moet oppakken en dan word je wel eens kwaad. Van Sosa verschenen uitspraken in de vele Italiaanse sportkranten dat hij liever met Fonto Lan samenspeelde dan met Bergkamp. Ja, die is bezig. Ja, is bezig. Zit stemming te maken, die Sosa. Ja, ik heb een paar woordjes voor jou. Oh. Die moet je eens een keer tegen die Sosa zeggen. Ja. Je kan bijvoorbeeld beginnen met Cazzo. Cazzo, ja. Tegen die Sosa, hè? Ja. Pezzo di Stronzo. Ja. Die kan je als tweede doen. Als tweede, ja. Vaya kaka. Kakara, zie. Ik kom er niet eens uit. Dat lijkt me een overbodige constatering. Harry kan het niet laten terug te komen op de vaststelling van natuurgeneeskundig therapeute Joke Binnenmars dat Dennis gebrek heeft aan de kleur oranje. En de bedoeling is dat je zoveel mogelijk wortelen gaat eten. Want dan kom je in vorm. Want de conclusie was dat jij had te weinig aan energie. En dat kan opgelost worden met een worteltje. Ga je me even een hapje van? Ja. Ja? Smaakt goed. Lekker, hè, zo'n worteltje? Ja, nee, is perfect. Wortels voor Dennis.